Staphorst werd er in ieder geval geen rekening gehouden met de coronaregels. Nee, gisteren werden er in de hersteld hervormde kerk in Staphorst maar liefst 3 diensten gehouden met elk 600 aanwezigen. Ja, en het was nog niet erg genoeg. De kerk had namelijk een aantal regels van tevoren doorgegeven. Er werd wel gesproken over speciale vakken waar mensen dan zouden moeten gaan zitten. Maar er werd ook gezegd dat zingen gewoon zou mogen en mondkapjes niet verplicht waren. Ja, de angst regeert niet, God regeert. Dat was het motto. Vanuit Politiek Den Haag is er kritiek. Bijna alle gebedshuizen in Nederland gedragen zich verstandig. Maar dit soort excessen, ja, die zijn dus wel mogelijk met de huidige regels. Daarom pleit de PvdA er bijvoorbeeld voor dat er geen uitzondering op de coronaregels meer gemaakt moet worden voor religieuze bijeenkomsten. Bioscopen, theaters, sportclubs, horeca leveren allemaal een bijdrage. En gebedshuizen zouden dat dus ook moeten doen. Wat vindt u daarvan? Ja, ben ik het mee. Nou, ik ben het mee eens dat je goed moet kijken hoe dit uitpakt. En ja, als wij van andere mensen vragen alle andere partijen om hier, hou die 30 mensen aan, kijk van hoe je dat doet. Ik ben zelf lid van een kerkelijke gemeenschap. Wij doen het alleen maar in kleine groepen. Dat is via de computer eventueel. Ook wij zitten online heel veel te volgen. Dus het is ik snap gewoon niet waarom je het niet op een andere manier doet. Nee, maar goed, nu dit gebeurt dus wel op een andere manier. Dus je houdt er dus ruimte voor met die regels dat hier een uitzondering voor wordt gemaakt. En dat dus die mensen zich daar niet aan hoeven te houden. Zou je dan niet toch moeten nadenken of die uitzondering voor dus bijvoorbeeld kerken en zo niet anders moet? Nou, ik begrijp dat minister Grapperhaus vandaag zelfs ook alweer met de kerk om tafel zit. En let wel, dit is echt een uitzondering. Over de hele linie houdt iedereen zich zo goed mogelijk daaraan. Dus ik wil gewoon heel graag dat je ook met deze gemeenschap gewoon het gesprek aangaat en zegt, luister, dit is gewoon niet echt, het is gewoon geen goed signaal. Ik heb ook begrepen dat men heeft gezongen, terwijl we hebben gezegd, doe dat niet, want je ziet dat daar ook gewoon echt een besmettingsbronnen zijn. Op basis van de grondwet is het best ingewikkeld om dit soort dingen te verbieden. En ik denk ook niet dat je gelijk in die hoek moet gaan zitten zoeken, maar je verantwoordelijkheid nemen. Gewoon ook voor alle partijen die hier zo hun best voor doen om dit goed te doen. In de breedte, niet alleen kerkelijk, maar ook op andere plekken. Dan is het echt een slecht signaal. Laten we al wachten wat er uit dat gesprek dan komt.